Lego Rock Band, Lego Indiana Jones, Lego Harry Potter 2, Lego Indiana Jones 2, Lego Star Wars, Lego Batman, Lego Harry Potter, Lego Pirates. Hallo mensen van BioClown, mijn naam is Vincent en je kijkt naar de Power Up. En je hebt het waarschijnlijk al geraden, maar ja, het gaat over Lego Lord of the Rings voor de Xbox. Marvelous Tales staan bekend om hun platform en adventure games. En vooral natuurlijk om hun Lego franchise. Ja, we kennen die film zelf van Lord of the Rings, maar ze hebben er ook dus een spel ervoor gemaakt. Leek het me ontzettend gaaf om deze game uit te proberen. En ik moet je zeggen, de game is anders dan de andere Lego games. En je zal denken, dat kan niet, het is echt zo. The Dead City. Very nasty place, full of enemies. Commodities. Very close now. Toen ik hoorde dat Lego Lord of the Rings werd aangekondigd, was ik eigenlijk best wel enthousiast, maar ook weer niet, omdat ik nou echt geen Lord of the Rings fan ben. Maar ja, dat is gewoon mijn smaak, sorry. Maar toen ik ook las dat deze game voor het eerst RPG-elementen in zich kreeg, was ik eigenlijk best wel verbaasd. Ik dacht van, ja, hoe wil je nou RPG-elementen in zo'n game doen als Lego? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je gooit wat questen erin en je hebt een game. Een open wereld. Lord of the Rings. Het bevat het allemaal. Lego Batman 2 is weer een heel andere game, maar dat was eigenlijk de eerste Lego game die uitkwam met een open wereld. Ze hadden Arkham Asylum, echt maar hadden ze een soort van, ja, gebouwd. En je had een soort van open wereldgevoel met je GTA, maar dan in Lego blokjes eigenlijk. En nu bij Lego Lord of the Rings hebben ze eigenlijk hetzelfde gedaan. Maar ja, wat ik zei met RPG elementen, ik vind het wel een leuke toevoeging. Ja, het is weer wat nieuws. En ik vond het eerst een beetje negatief, maar nu ik het zelf heb gespeeld, is het best wel heel erg vet. Een pluspunt is ook dat het spel ontzettend groot is. Ik bedoel, ik heb de eerste twee, ja, films eigenlijk uitgespeeld. En ik zit nog maar op 22%. Dat houdt dus in dat ik aardig veel moet halen nog om dit uit te spelen. Dus ik denk toch wel wat uurtjes zoek ben. En als je vraagt hoeveel gameplay uren zitten er dan in die 100%. Nou, ik moet je zeggen, in de vorige game die ik heb gespeeld was ik toch al 40 tot 50 uur bezig. Om alles te verzamelen, alle puzzels op te lossen. En nu dus ook al die questen. Het is fantastisch vet gedaan. Of jij Lego Lord of the Rings nou een vette game vindt, ligt een beetje aan je smaak. Hou je van Lego games en hou je helemaal van Lord of the Rings, dan raad ik hem zeker aan. Frodo zit er weer in, maar Prussels, Smeagol, iedereen die je maar kent, de boomstronken en dan gewoon in zo'n heerlijk Lego jasje. Nou, dat kan niet vetter zijn dan vet, toch? Laat me weten in de comments wat je van deze game vindt, of je hem al hebt gespeeld of dat je hem misschien gaat kopen. Bedankt voor het kijken naar deze Power Up. En dan zie ik je volgende week terug met een nieuwe game of een film of iets. Weet ik het allemaal. Power Up is zo uitgebreid. Heerlijk. Doei doei.